Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 18 mei van Weerplaza. Vandaag was het op veel plaatsen bewolkt, maar de zon die brak toch ook wel geregeld door, vooral in het zuidoosten van het land. De komende dagen krijgt een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië steeds meer grip op ons weer. Er komt een oostelijke wind te staan en die voert geleidelijk aan drogere lucht aan. Maar vanavond zien we nog veel wolkenpartijen. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in Den Helder tot zo'n 17 graden in Limburg. En de wind die zwakt af naar matige windkracht 3. Vannacht is het overwegend bewolkt en daalt het kwik naar 7 tot 9 graden bij weinig wind. En morgen zien we eerst veel bewolking. Het is wel op veel plaatsen droog. Alleen in de middag kan in de noordoostelijke helft van het land een enkele bui vallen. 'S Middags komt de zon af en toe door en het wordt 18 tot 20 graden bij een zwak tot matige noordelijke wind. Met Pinksteren draait de wind naar het oosten en daardoor wordt dus drogere lucht aangevoerd. De zon heeft op zondag veel voor het zeggen en het wordt ook zomers warm met landinwaarts 25 graden. En ook aan zee is het aangenaam met 22 of 23 graden. Ook op maandag zijn er flinke perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuiden van het land kan later op de dag een enkele bui vallen. Op dinsdag blijft het vrij warm met 's middags 23 tot 26 graden, maar dan kan ook een enkele bui vallen. Ik ben Diawe Mwoei van Weerplaza.